toen ik deze presentatie aan het voorbereiden was, moest ik eigenlijk terugdenken aan de oprichting van een internationaal platform, ECOSH, Enlarging Coexistence Through Sharing. Dit is een internationaal platform waarbij allerlei initiatieven gedeeld worden. Hoe kun je nou op een duurzame manier leren samenleven? En ik moest daaraan terugdenken omdat we verschillende discussies hadden. Het was rond 2019-2020 dat we daarmee bezig waren. En de discussies die gingen tussen ecologen, sociaal wetenschappers, zoals ik, en ook een aantal praktijkmensen. En wat mij als eerste opviel, is dat er gepraat werd over probleemdieren. En wanneer ik een term als probleemdier hoor, dan begint bij mij al allerlei alarmbellen te rinkelen. Dan denk ik, wat is hier aan de hand? Waarom is het een probleemdier? Ga ik echt even heel goed luisteren of ga heel goed lezen? Waar hebben we het eigenlijk over? Nou, zo nu dus ook. En het viel me op dat in een platform dat gaat over coexistence, werd er gepraat over een categorie als problem species. Ja, dat moet toch anders kunnen? Hoe ga je nu coexistence bevorderen als je het gaat hebben over probleemdieren? Bovendien, dit is trouwens wanneer je over probleemdieren dus praat, dan ga je het dus heel erg hebben over zij daar en wij hier. Dus dan trek je eigenlijk alles uit elkaar. Dus dat is belangrijk om te beseffen wanneer je zo'n term gebruikt. En bovendien dus, wanneer je het over probleemdieren hebt, zou je kunnen zeggen, dan heb je het ook over probleemmensen. Nou, probleemmensen, dan kun je denken ook aan criminelen. En als we toch aan het vergelijken zijn, dieren worden ook crimineel besproken. Ik heb onderzoek gedaan naar zwarte beren in problematiek in Colorado. En daar werden inderdaad beren ook als crimineel beoordeeld. Wanneer een beer 2 keer een overtreding had gedaan, nou, dan had hij dus niets geleerd, had hij niets begrepen. Dus dan werd hij geëuthaniseerd. Dus het doet er nog wat toe hoe je over dieren praat. En dat gezegd hebbende, was ik natuurlijk benieuwd, kennen we ook probleembevers of probleemdassen in Nederland? Dus ik ben eigenlijk een beetje gaan googlen, van hoe doen we het eigenlijk hier in Nederland? Nou, goed nieuws, criminele bevers of dassen kennen we gelukkig niet, dus houden zo, zou ik zeggen. Probleemdassen doen we het eigenlijk hartstikke goed in, want die term die herkent Google helemaal niet. Dus houden zo alle mensen die met dassen bezig zijn. Probleembevers, daar gaat het eigenlijk meer niet heel erg goed in. Dus het gaat niet helemaal de goede kant op. Je ziet allerlei artikelen, ook vooral in kranten. Ik heb nog een pagina erbij gedaan. En je ziet dus dat het allemaal best recente artikelen zijn. Recente berichten over probleembevers. En als je zo'n term dus gebruikt, als een probleemdier, probleembever, probleemdas, dan hangen daar dus stevige consequenties aan vast. Het is niet zo alleen maar dat je een dier in een kwaad daglicht zet. Dus als je eigenlijk bijna een imagoprobleem krijgt. Maar het gaat echt om de maatregelen die vervolgens ingezet worden. Dus heel specifieke maatregelen, zoals met die criminele beren. Daar hangt dan, als je een probleembeer bent, dan hangt daar heel vaak de dood aan vast. En belangrijker nog zelfs is de vraag, hebben we het eigenlijk wel over een probleemdier in al die situaties? Zoals in deze situaties. Wanneer we het over duurzaam samenleven hebben met bevers en dassen, met wilde dieren in het algemeen, ben ik heel sterk voorstander van om te praten over probleemsituaties of probleemlocaties. Want dan ga je dus juist uit die denkwijze van wij zijn en dan ga je juist meer naar een relationele focus. Dan ga ik nog even terug naar de sheet met de alle krantenartikelen. Valt iemand iets op hier misschien? Ik kan het laten zien. Heel veel krantenartikelen. Andere pagina. Ook heel veel media. Kiko is trouwens wel leuk, want die zegt juist weer een ander verhaal.
Maar wat ik hiermee vooral wil laten zien, is dat de media mag niet onderschat worden. Zeker wanneer we verwachten dat er nog veel meer problematische situaties aankomen. En die zullen er komen, rondom baby's en natuurlijk ook om dassen. Dus dan is eigenlijk een hele goede relatie met de media is dan heel erg belangrijk. En daarbij bedoel ik de media in de allerbreedste zin van het woord. En ook, ik bedoel ook met de media benaderen, die kunnen... En zoals probleembenen, dat is zo'n term die blijft in je achterhoofd zitten. Dus de media is ontzettend krachtig in een vocabulaire uitzetten. Dus gebruik die rol ook om met journalisten vooral een hele goede band op te bouwen. Want je merkt dus dat het ook heel negatief kan invloeden. Natuurlijk kan al dit soort termen, als er zoiets als een probleembeven langskomt, kan het allemaal wel gesust worden op de korte termijn. Maar we hebben het hier over hele lange termijnen. Op hele lange investeringen in duurzame maatregelen. En wanneer er een incident plaatsvindt, en dat is vaak het geval met conflicten, er is een incident, de journalist moet snel artikel schrijven, dus die doet even een paar belletjes en hups, daar is het artikel. Die heeft geen tijd om echt diepgaand onderzoek te doen of na te gaan, wat is die complexe materie nu waar jullie mee te maken hebben. Dus daarin zou jullie ook wel willen uitnodigen om alvast daar vooral mee aan de gang te gaan. Dus goede contacten met journalisten, ook juist om die hele complexiteit, die net in mijn voorganger al gehoord hebben, om die gewoon goed ook in de media neer te kunnen zetten. En natuurlijk is er nooit garantie. Er zal natuurlijk altijd geframed worden, dus je kunt nooit alle probleembabes uitbannen als je contact hebt met de media. Dus let op taalgebruik. En ik heb een voorbeeld erbij gezet van wat het verschil kan zijn tussen meer sensatiebeluste kop en een meer neutrale kop. Dus sensatie is, families op een hoede voor grafrovende dassen. En neutraal is nabestaanden zoeken oplossing om dassen te laten stoppen met graven op begraafplaats. Je zegt hetzelfde, alleen de nuance is net iets anders. Dan hebben we het gehad over communicatie tussen mensen over dieren, maar dieren communiceren natuurlijk ook op hun eigen unieke manier. Ze vertellen hun eigen verhaal over waar ze zijn en wat ze doen. En inmiddels is er ook steeds meer bekend over de cognitie bij dieren. Van klein naar ook grotere dieren. En dat is dus ook, vind ik, een heel belangrijk punt om aandacht voor te hebben. Ik quote niet voor niks Frans de Waal, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Ik denk eerlijk gezegd niet. En ik ga nu een verhaal vertellen aan de hand van wat beelden over Stoffel. En dat heeft hier ook alles mee te maken. Stoffel is een honingdas. Honingdassen komen alleen niet in Nederland voor, die komen in Afrika voor. Maar het verhaal of de onderwerpen die te sprake komen, leg ik straks uit, zijn wel relevant voor de bevers en dassen hier in Nederland. Honingdassen graven heel goed, misschien zelfs nog beter dan onze dassen. Dat laat ik in het midden, dat weet pas de ecoloog hier in de zaal veel beter dan ik. Brian Jones is een wildbeheerder in Kruger National Park in Zuid-Afrika. En hij redde een honingdas ongeveer 20 jaar geleden inmiddels al uit een val. En hij bracht hem naar een dieropvang. Maar iedere keer wanneer de honingdas ergens in een enclosure geplaatst werd, toen deed hij iets eigenaardigs. Hij kwam namelijk op plekken waar hij helemaal niet moest komen. Hij werd aangevallen door leeuwen bijvoorbeeld. Er moest iets gebeuren. Dus Brian dacht, ik pak een vrouwtjes honingdas, plaats hem samen in een afrastering, komt hij nooit uit. Je raadt het al. Daar komt hij wel uit. Er zaten twee schuiven op die afwasstring. De eerste schuif maakte die heel makkelijk zelf open. De tweede was veel hoger. Maar dan zette die het. Begeleidde die het vrouwtje voor de deur. Ging er zelf opstaan. En maakte de bovenste ook open. En weg was Stoffel met zijn vrouwtje. Stoffel ontsnapt vervolgens nog een aantal keer.
En toen had Brian er wel genoeg van. En Brian bouwde zijn eigen honing of DAF Alcatraz. Een gevangenis voor stofvol, onmogelijk om uit te komen. Ballen van beton, ook in de grond. Volgens alle theorieën onmogelijk om uit te komen. Ja, niets was dus in de waar. Er stonden namelijk bomen in Alcatraz. En bij bomen horen takken. Dus Stoffel sleepte die takken naar de zijkant, klom erop en weg was Stoffel. Alle takken uitstellen de Alcatraz gevangenis. En wat nu? Nou, dan nog stenen. Die kun je ook mooi naar de hoek rollen. Een stapeltje stenen, erop klimmen en eruit. Nou, stenen eruit, denk je. Dat is toch steeds moet nu wel lukken dat hij erin blijft. Maar nee, hij bedacht, ik ga balletjes van modder maken. Rollen die wederom in de hoek, klom eruit en weg was Stoffel. En Stoffel ging maar door. Een verzorger die een hark achterliet, een autoband, het maakte niet uit. Wanneer Stoffel dat er eenmaal door had, plaatste dat tegen de muur en weg was Stoffel. En Brian die kreeg de opmerking van, nou, je hebt hem zeker getraind. Ja, niks was minder waar natuurlijk. Stoffel was gewoon vreselijk goed in het bedenken van oplossingen waar hij heen wilde. En dat was één ding, hij wilde eruit. Er zijn een paar dingen die dus relevant zijn, ook rondom baby's en dassen, met dit verhaal van Stoffel. Allereerst is dat de vindingrijkheid. Dieren doen soms dingen die we van tevoren helemaal niet kunnen bedenken. Dus heel onverwachte dingen. Zo heb ik ook al geleerd de afgelopen tijd, nou, dat ze moet eigenlijk van verwachten dat ze ergens rustig achteraf in een rustige omgeving zit. Nou, dat is ook al lang niet bewaard, zoals we net gezien hebben. Ze zitten onder spoorlijnen, ze zitten onder snelwegen met langs razende auto's. Dus alles verandert. Stoffel laat ook zien dat hij heel erg slim is. En dit speelt natuurlijk ook met meerdere dieren. Ook met zwijnen en beren waar ik mee begon. Ganzen, meeuwen, noem maar op. Over meeuwen gesproken. Misschien hebben jullie wel eens Bonnie en Clyde ontmoet in Den Haag. Bonnie en Clyde zijn een paartje zilvermeeuwen. En als je daar naar de HEMA gaat in Den Haag en een HEMA-worst koopt en je gaat uit de HEMA, Bonnie leidt je af, Clyde pikt de worst van je mee. Heel slim. Wat ik vooral wil zeggen is dat dieren hebben een persoonlijkheid en kunnen daar ook helemaal niet meer omheen. En er is ook sprake van cognitie, net zoals bij Stoffel. We kunnen er ook niet meer omheen dat individuele dieren ertoe doen. Met hun eigen specifieke kenmerken. En het is niet slechts als een populatie gezien moeten worden. Dus als een das of een bever. Want zij hebben wel degelijk leervermogen in hun specifieke contexten. En waar we ook maar mee te dealen hebben met z'n allen. Dus het gaat er niet om wat we te maken hebben met de soort als zodanig, maar echt ook met individuele dieren. Oftewel, het individuele dier telt ook. En hiermee wil ik ook terugverwijzen naar ons taalgebruik. Want hoe schrijven we, hoe praten we, hoe denken we eigenlijk over de bevers en de dassen? En ik denk dat dat best wel belangrijk is om scherp op te blijven. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook luisteren naar hoe anderen daarover praten en schrijven en denken. Ja, bevers en dassen in de ogen kijken is natuurlijk niet zo simpel, al heb ik hier twee vrienden. Dus het kan op zich wel, alleen deze leven helaas niet. Een tweede punt, wat Stoffel, het verhaal van Stoffel ook laat zien, is het punt van antropomorfisme. En dat is een toeschrijving van menselijke eigenschappen, menselijke gedachten, menselijke ideeën op dieren. En emoties ook aan dieren. En dat punt van antropomorfisme zit regelmatig in discussies, zit ook een beetje in de weg soms. In discussie, of het mag niet genoemd worden. En ik denk eerlijk gezegd dat het een gemiste kans is. We zullen
uiteraard buiten de media om zullen niet echt iets horen over een Bonnie en Clyde, zoals in wetenschappelijke tekst of in beleidsdocumenten. Dan zouden we eerder spreken over het zilvermeel 992 en het zilvermeel 993. Dat zou je dus wel weer even terugvinden in tekst in de wetenschap bijvoorbeeld. En dit punt van antropomorfisme speelt heel erg binnen de mens-dierconflicten. Ik zou bijna zeggen eigenlijk dat er een angst is voor antropomorfisme. Die angst is naar mijn idee ook helemaal niet terecht. Wanneer je het hebt over te veel, te veel is nooit goed, dus ook met te veel antropomorfisme is ook niet goed. Over het algemeen zien wetenschappers wel antropomorfisme als iets negatiefs. Je kunt inderdaad dus te veel projecteren op dieren. Mensen die huisdieren hebben, zullen zeker wel herkennen dat ze het wel doen naar een hond of kat of ander huisdier. Het probleem dan, met dus de negatieve kant van antropomorfisme, is dat het in de weg kan staan om het perspectief van het dier nog te blijven zien. Dus in die zin staat het dat in de weg en dat is heel logisch. Maar er zit ook iets positiefs aan antropomorfisme. En dat is dat het empathie kan creëren. En zeker in het kader wat ons allemaal nog te wachten staat rondom wevers en rondom das, want ik denk eerlijk gezegd dat dit nog maar het begin is, kan het dus ook echt helpend zijn. Het kan helpend zijn om uiteindelijk een balans te vinden tussen negatief en positief. En dus heb ik eigenlijk een vraag. Wie kijk jij in de ogen? Welke mensen, welke dieren kijk jij in de ogen? En daar kom ik wel bij een foto. Want deze kunnen jullie wel in de ogen kijken. Hier ook. Dit wist ik van tevoren nog niet. Maar ik heb toch twee foto's erbij geplaatst. En nu ik deze twee zo mooi in beeld heb, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie. Van wie vindt de bever een schitterend dier, misschien ook wel spannend om te zien? Bijna iedereen dus. Op zich geen verrassing op deze dag. En wie breekt er wel eens zijn of haar hoofd hoe het in vreemde staan voor elkaar gaan krijgen hier in Nederland om een duurzame samenlevingsvorm te vinden tussen bevers en mensen? Ja, dat is ook het merendeel. Op zich ook weer niet onlogisch. Een andere vraag is, wie vermijdt het liefst conflicten? Of wie gaat ongemakkelijke situaties het liefst uit de weg? Dat zijn er al wel wat minder. Nou, voor jullie heb ik goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goed nieuws is, je mag er nog jaren mee oefenen. Het slechte nieuws, het begint nu al. Dus je kunt meteen aan de slag. Maar goed, alle gekheid op een stokje, het is echt wel een complexe situatie waar we in zitten. Een complexe materie, dus iets echt niet eenvoudig op te lossen. Dus ik vond dit ook wel een belangrijk punt. Een aantal ongemakkelijke kwesties om even in de groep te gooien om over na te gaan denken. Nou, het individuele dier telt, daar hebben we het over gehad. Maar de individuele mens telt ook, dus de waterveiligheid telt ook. Dus ook een heel belangrijk aspect wanneer het over bevers en dassen hebben. En het is dus de vraag waar het allemaal wel gaat lukken om een duurzame samenlevingsvorm te vinden en waar niet. Dus je komt, hoe dan ook, dat werd net de vorige presentatie ook gezegd, we komen voor lastige keuzes te staan. Zoals wie plaats je eventueel waar boven wie, waar kies je voor wat. Dus daar komen een paar ongemakkelijke onderwerpen langs. Eén daarvan is, het draait allemaal om geld. Nou, dat hoop ik eerlijk gezegd niet. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat dat het is. Maar het is wel een heel belangrijk punt binnen allerlei discussies. Want het is ook echt wel een heel onwerkelijke discussie. Als je weet dat in het geval van beverpreventie en de preventie van waterkeringen, dat je het hebt over bedragen van tienduizenden tot honderdduizenden euro's per kilometer waterkering. En tegelijkertijd staat er tegenover, één kogel voor één bever kost 1 euro. Dus financieel een hele simpele conclusie die je dan kunt trekken.
Maar goed, dat werkt dus niet. Dat is niet de situatie waarin we ons hier bevinden. Want we willen immers proberen om duurzaam samen te leven met die bevers en met die dassen. Dus we moeten met een beter verhaal komen. En dus niet meer over probleembevers, want probleembevers zijn maar 1 euro waard. Hou dat in gedachten. Uiteraard los van hoeveel het uur die het kost om die bever te vinden, dat laat ik even tezijde. Een andere ongemakkelijke kwestie is, doden mag niet. Nou, praten over de dood is eigenlijk best wel taboe hier in Nederland. Maar de vraag is, moet dat wel zo zijn? Moeten we daar echt een taboe van maken? Laat ik vooropstellen dat ik voor duurzaam samenleven tussen mensen en dieren ben. Eerlijk gezegd denk ik dat iedereen dat hier in de zaal is. Ik denk ook dat het merendeel van Nederland er zo over denkt. En echt het doden van dieren als laatste optie ziet. En toch is ook die dood ook weer een onderdeel van samenleven met wilde dieren. Als je het over termen hebt, samenleven is misschien niet de juiste term, want de dood hoort er ook bij, dus misschien duurzame relaties aangaan tussen mensen en dieren. Hoe dan ook, zullen ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden. Ook in ruimtelijke zin, waar dus wel, waar dus niet. We zagen net dus ook de verschillende zones die mogelijk zijn. En ik ben van mening dat ze die discussies absoluut niet uit de weg moeten gaan. We moeten ze juist net wel aangaan. En natuurlijk is dat niet makkelijk. Het is hartstikke moeilijk. Maar nodig is het uiteindelijk wel. Dan laat ik deze quote nog zien. Dit komt ook weer uit de conflict, mens-conflict praktijk. En hier verwijs ik wederom weer terug naar de media. Want als er een conflict zich voordoet, ook als er gedood gaat worden, het is weer een kans ook weer om met de media in gesprek te gaan en om het weer dit het juiste verhaal als het ware neer te zetten. Maar dan hoor ik al zeggen, alsjeblieft kom niet met al die emoties ook nog eens om de hoek kijken. We hebben het al moeilijk genoeg. Daarom dacht ik, ik ga een heel klein stukje aan jullie meegeven uit de conflict-transformatiewereld. Het is echt maar een snapshot, maar meer om een idee te krijgen. Want emoties doen ertoe en die zullen er hoe dan ook zullen die er zijn. En dit is dan het proces van conflict-transformatie. Dus precies het punt waar emoties een grote rol spelen. Dus de conflict-transformatie komt vaak vanuit het moment dat er echt al iets geknapt is. Dus het is echt al een groot conflict. Nou, dus het is logisch dat je dan denkt, waar ligt het eerste bolletje op de lijn of in de grafiek? Heel hoog. Dit is natuurlijk een gigantisch conflict. En wanneer we met de tijd meegaan, wordt het de emotie die zakt, gelukkig. Ja, hoe kom je nu van A naar B? Dat is ongeveer een S-curve. Eerst moet je natuurlijk weten, waar gaat het conflict nou eigenlijk over? Gaat het eigenlijk wel over het daadwerkelijke dier? Of ligt er misschien iets onder? Ligt er misschien iets onder als geen vertrouwen hebben in de overheid, geen vertrouwen hebben in de ander? Of heel iets anders, misschien ligt iemand wel in een vechtscheiding. Je weet het niet. Oftewel, het eerste wat je moet doen is heel goed luisteren. Heel, heel veel luisteren. En in die zin betreft het luisteren, zou ik bijna ook zeggen, ook naar de wilde stakeholders. Dus ook de dassen en de bevers, die moeten ook gehoord worden op hun manier natuurlijk. En als we goed geluisterd hebben, wat gebeurt er dan? Dan staan mensen open voor opties. Dan staan mensen open voor andere mogelijkheden van wat kunnen we nu wel gaan doen. Dus je hebt eigenlijk 2 stadia. Een stadium 1 en een stadium 2. En sommige mensen zitten al in stadium 2, maar anderen zitten nog in stadium 1. En dan zou je kunnen voorstellen, dan kom jij die kamer binnen. Kom jij het conflict binnen. Jij gaat wel even oplossen. Hoe ga je dat in vredesnaam doen? Oftewel, wie is die neutrale persoon die dat conflict wel even komt oplossen? Kun je dan wel echt neutraal zijn? Kun jij die ene objectieve persoon zijn die dat conflict gaat aanpakken, gaat bemiddelen? Ook dat denk ik eerlijk gezegd van niet. Want je stapt die ruimte al binnen vanuit je professionele rol. Misschien neem je ook wel de nodige institutionele bagage met je mee. En
je zet daarin al iets in die ruimte. Bijvoorbeeld denk aan bewoners die bang zijn vanwege een beverengraaf dat hun huis niet meer veilig staat achter de dijk. Als je daar als natuurbeheerder komt, zullen mensen niet zo graag zo snel over hun emoties gaan praten met jou als natuurbeheerder. Want ze zien jou als het kamp pro-bever. Dus dan heb je wel nog heel veel liters koffie nodig om vertrouwen te winnen en dus op te levelen dat ze wel misschien over hun emoties gaan praten. En jouw standpunt ook begrijpen en dus een open discussie kunt hebben. Dus op dit punt, het is vooral belangrijk om je eigen rol of je eigen positie van waar je vandaan komt om dat helder te hebben binnen het hele bever- en dassen-debat. En vooral wat je daarin meeneemt en hoe je overkomt op de ander. En dat heeft alles te maken met wat ze ook wel noemen positionality. Dus hoe jij in het debat staat, hoe jou... 5 minuten, 4 minuten. Perfect, ik ben al bijna klaar. Dus hoe jij binnenkomt binnen zo'n conflict of als ergens in een bemiddeling of überhaupt in een discussie met allerlei stakeholders. Dus de centrale boodschap van mij is eigenlijk ook een reflectie op je eigen positie in het hele debat rondom bevers en dassen. En afsluitend, wij zijn niet neutraal in het hele proces richting duurzame samenlevingsvormen tussen bevers en dassen en mensen. Waar we wel voor kunnen zorgen is een neutraal proces. En het is een proces waarin iedereen een stem heeft. De bevers, de dassen en de mensen die er op dat moment ook toe doen. En waarbij dan allerlei ongemakkelijke kwesties besproken mogen worden. Dus meerdere waarschijnlijk nog dan ik net aangestipt heb. Dus het is eigenlijk een heel mooi proces. Het is een reis. Een reis waarbij je geen eindpunt hebt. Dus dat is ook een utopie. We gaan niet naar een eindpunt toestreven. Het zal continu in ontwikkeling zijn. Laten we dus vooral gaan luisteren naar mens, bever en das. Dank jullie wel. Jongen, Suzanne, dankjewel. Je hebt ons laten zien wat de intrinsieke waarde is van het beest. Hoe je er ook weer respectvol over kan praten. Maar je hebt het ook niet gedurfd om die ongemakkelijke kwestie op tafel te leggen. Ik denk dat iedereen in de zaal erop zat te wachten dat iemand dat een keer durfde. Heel goed. Zijn er vragen uit de zaal aan Suzanne? We hebben ruime 5 minuten om hier even over te discussiëren. Ik hoor daar een heel klein wappertje, maar je wappert waarschijnlijk naar iemand anders. Er wordt gezwaaid, maar is dat een echte zwaai? Ja? De microfoon nog even aan. Ik heb ook een harde stem hoor, dus dat werkt wel. Lijkt me prima. Het is goed te horen. Die onderste zin die is natuurlijk wel heel relevant. Maar als je dan in projecten met bijvoorbeeld omgevingsmanagers, ecologen in gesprek gaat met die omgeving, merk je toch steeds vaker dat het ook een stukje is van... Ja, die natuur is prima, maar not in my backyard. Dus ik wil er liefst geen last van hebben, maar dat is verder prima. Daar heb ik er wel last van, zijn er allerlei juridische middelen om dat tegen te houden. Wat is volgens jou de sleutel om met dat soort mensen in gesprek te gaan, om juist dat onderste zinnetje misschien om te draaien en mensen in een meestand te krijgen? Niet te beginnen met de juridische kwesties. En het is heel typisch iets in Nederland om vooral richting meteen te stappen in de regelgeving. En daarmee wil ik niet zeggen dat die regelgeving niet belangrijk is, maar er zit iets onder. Zoek een gemeenschappelijk iets van, volgens mij vinden ze die dieren en ook prachtig, maar inderdaad niet in een achtertuin. Maar ga dus een open gesprek aan. Wat ik vooral... heb gehoord vanuit de conflict mediation hoek, dus echt de mensen die conflicten ook op internationale schaal, is het heel veel praten. Letterlijk heel informeel praten. Dus zonder meteen daar te komen en in actie te trainen, maar gewoon meer heel open praten. Wat gebeurt hier nou? En letterlijk eigenlijk die liters koffie drinken. Dus eerst een gemeenschappelijk feeling vinden. En daarna, wanneer er ook een meer begrip is van wat
kan, dan kun je verder kijken van oké, ik kan misschien dit wel doen. Of ik kan hier mijn grens opschuiven binnen het juridisch kader. Maar het is vooral het menselijke aspect. Dat is wat ik vooral heb meegekregen ook vanuit wereldwijde conflicten. Ja, absoluut. Ja. En dat je dan in een crisissituatie zit waar het heel snel opgelost moet worden. Heel snel, nou, dat is een van de utopie, maar als het een conflict is, dan zijn emoties gigantisch hoog. Dus je kunt dan eigenlijk niks. Je zit dan in een potstelling van al die emoties vliegen alle kanten op. Dus je hebt dan eigenlijk een externe nodig. Een externe die eerst in gesprek gaat en dan kijkt van deze opties zijn op dit moment mogelijk. Kijk, en nu werkt de microfoon. Dankjewel. Kijk, maar kon je goed verstaan? Nou, je hebt een goed antwoord gegeven, maar je vraagt nu vooral om veel te praten en te luisteren. Ik denk dat er heel veel mensen in de zaal juist benadrukken. Luister nou naar ons, er is zo'n urgentie. Er is zo'n ontzettende. En je zei het zelf in het begin ook, het probleem wordt alleen maar groter. We moeten nu ook handelen. Mm-hmm. Dus parallel aan dat praten en luisteren naar elkaar en communiceren, wat moet er dan nog meer gebeuren op dit moment? Inderdaad, het communiceren en ook wat ik in ieder geval vanuit mijn eigen perspectief ervaren heb in de afgelopen tijd. De BV-problematiek was voor mij nog niet heel duidelijk. Ik ben ook bijgespijkerd in die zin. De gemiddelde Nederlander weet dat gewoon nog niet. Dus ga het gesprek aan ook via de media, ga het communiceren. Denk niet alleen maar in de technische fix, denk breder. Wat ik wel mooi vind is ook experimenten, denk aan experimenteren, maar ook het uitleggen. Heel veel, ja, ook via de media dan. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Ik merk dat in een aantal provincies op dit moment toch nog vooral binnenkamers gesproken worden. Of een aantal waterschappen wordt binnenkamers gesproken. En we trekken onvoldoende de andere stakeholders erbij. Laat staan de bevers en de dassen. Ja. Ja. Is er iemand uit de zaal die nog wat toe wil voegen? Nee? Mag ik daar een vraag mogelijkheid? Oh. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Want ik snap dat je eerst moet luisteren, maar dan moet ook de omslag gemaakt worden dat degene die aan het zenden is met de emotie, die moet dan vervolgens gaan luisteren. Dus die moet ook respectief worden om het verhaal te horen van hoe het zit en wat er kan en wat er mogelijk is. Maar dat zijn, ik vraag me wel eens af of mensen nog wel in staat zijn daar die omslag te maken. Want mensen zijn getraind als consument. We hebben natuurlijk heel veel mensen in Nederland en inderdaad, bij sommigen gaat het gewoon heel moeilijk. Dus ik ben ook niet naïef. Sommige conflicten zijn gewoon ontzettend lastig. En het is wel dat je de meesten eerst hun emoties moeten ventileren voordat ze open kunnen staan voor de verdere discussie. Maar mensen die met de hakken in het zand blijven staan, nee, dan lukt dit gewoon niet. En dat is denk ik ook dat je moet accepteren. Maar blijven uitleggen, dat is wel wat het meeste werkt. Vandaag hebben we dus in de zaal mensen die verschillende standpunten vertegenwoordigen en die wel responsief zijn, omdat ze zin hebben om over dit probleem na te denken. Gebruik die koffiepauze, gebruik ze meteen de lunchpauze en de workshops vanmiddag om met elkaar in gesprek te gaan. Oké? Dan bedank ik jou van harte. En